jullie kijken naar een nieuwe video. Ik zit een beetje op een andere plek. Maar het is weer al lang eind april geweest. Dus ik heb weer een opgemaakt video voor jullie van april. Het is nu best wel veel en vol. En ook weer veel hetzelfde als normaal. Ik heb Ik heb hier ook een vuilniszak staan. Dat ik het daar meteen in kan gooien, zeg maar. En ik ga gewoon een beetje random beginnen. En dan kunnen jullie zien wat ik heb opgemaakt. Ik ga beginnen met dit. En dit zijn van die scheermesjes. En ik haal ze altijd gewoon bij de Action. Omdat ze gewoon prima werken. En die ruikt helemaal een douchegel. Oké, heel raar. Maar in ieder geval, deze heb ik dus opgemaakt. Er zitten volgens mij 6 in. En ze werken heel goed. Dus ik heb er ook best wel lang mee gedaan. Dan heb ik deze shampoo opgemaakt. En dat heeft best wel een tijdje geduurd. Deze heb ik namelijk vorige week ergens opgemaakt. Nou, deze shampoo, dat kent ook iedereen wel. Die maak ik altijd op. Dus daar heb ik verder ook geen andere mening over gekregen inmiddels. Dan heb ik deze crème spoeling ook vorige week opgemaakt volgens mij. Nee, die staat nog in de douche. Maar deze heb ik dus ook opgemaakt deze maand. Ja, heb ik ook wel heel vaak laten zien. En ook de bijbehorende shampoo daarvan. En weer nog steeds hetzelfde, dezelfde mening heb ik erover. Ik vind de shampoos van Kruidvat eigen merk niet fijn. Want het maakt je haar heel erg droog. Echt heel droog. En dat vind ik wel echt heel jammer. Dus dat is het enige minpunt. Maar die heb ik wel opgemaakt. Dus ja, zal ook wel moeten. Als je moeder ze meeneemt, dan gebruik ik ze wel natuurlijk. Dan heb ik ook weer dit pompje opgemaakt. Ik maak eigenlijk elke maand maak ik wel één zo'n pompje op. En er komt volgens mij ook echt niks meer uit. Oké, er komt dus nog wel een beetje uit. Maar niet meer heel veel. Kijk, er komt nog wel echt zo. Oké, het ziet er heel vies uit. Maar in ieder geval, die is dus op. Wacht, ik moet er toch iets mee doen. Anders op de hele video met zo'n ding op mijn hand. Dat is ook niet echt fijn. Maar ja, deze dus. En die vind ik op zich wel redelijk fijn. Dus ja, het verschilt heel erg. Even kijken. Dan heb ik samen met mijn moeder heb ik deze douche opgemaakt. En hij is niet helemaal leeg. Maar dit krijg je ook niet helemaal leeg. Ik kan net niet zien hoeveel er nog in zit. Maar dit is de Dermo Pro bla bla bla. Dit is voor een hele droge huid. Die heb ik niet echt. Ik heb wel een redelijk vette huid van mezelf. Maar op zich vind ik dit wel een hele fijne douchegel. De geur is ook heel lekker. Helemaal om hiermee in de avond te douchen is deze echt heel fijn. Dus dat is deze. Wat zit hier eigenlijk allemaal in? Ja. Staat het niet echt op wat voor geur het is. Of ik zie het niet. Nee, staat er niet op. Maar hij ruikt in ieder geval heel lekker. Dan heb ik ook weer één laatste geurkaars van Wesley opgemaakt. Dit is lavendel. En deze die brandt weer niet mooi op ofzo. Ik weet niet, de kaarsen van de Action, die branden bij mij nooit mooi op. Maar hij heeft wel heel lekker geroken. Dit ruikt heel erg naar iets van mannen douchegel of mannen deo. Zoiets. Daar doet deze lavendelgeur mij heel erg aan denken. Dus hij was wel heel erg lekker. Dan heb ik een deo opgemaakt. Namelijk deze. En dit was toen een nieuwe van Playboy. Playboy, blablabla. Play it sexy, skin touch, innovation. 150 ml zat er trouwens in. En volgens mij als het goed is. Er komt niks meer aan, maar hij ruikt heel erg zoet. Heel erg naar alsof je in een sportschool bent geweest. En een beetje naar vanille. In elk geval heel erg fris. En ik vond deze ook heel erg fijn. Dus die kan ik ook wel heel goed aanraden eigenlijk. Dan heb ik nog eigenlijk ook weer een beetje samen met mijn moeder. De Rituals Yogi Flow Indian Rose and Sweet Almond Oil Foaming Shower Gel Sensation. Opgemaakt van 200 ml. Die had mijn moeder een keer gekregen van mijn stieftante. En ja, toen had ik een keer geen douchegel. En deze was bijna leeg, dat wist ik. Dus daar heb ik toen een keer mee gewassen. En ook een paar keer, toen weer een paar keer, toen weer een paar keer. Nou is hij leeg, maar hij ruikt heel lekker.
Echt, als je me ergens blij kan maken, dan zijn het Rituals producten. Helemaal de douchefoams ervan. Die zijn zo lekker. Dus echt heerlijk. Ik heb er ook even met kerst gekregen van mijn oom en tante. Heb ik in een vorige opgemaakt, of een paar opgemaakt video's voor deze. Heb ik dat ook gezegd. Volgens mij een opgemaakt van februari. Of januari. Of in december. Nou, ik weet het niet precies. Maar deze vond ik dus ook heel erg lekker en heel fijn. Hij ruikt ook heel zoet, maar wel heel lekker zoet, zeg maar. Dan heb ik een testgeurtje opgemaakt. Ja, dat is zeg maar deze. Er staat niet echt een specifiek goed echte naam op. Of ja, wel een beetje, maar... Hij ruikt wel heel erg lekker. Ik weet alleen... Eeuw. Ik weet alleen niet of ik hem wel weer opnieuw zou kopen. Ik denk het wel. Ik denk wel dat ik hem in het groot zou kopen. Maar het was een geur die wel redelijk snel vertrok. Dus dat vond ik wel jammer. Ondanks dat dit een eau de toilette... Ja, oké. Dat gaat wel wat sneller weg. Maar hij rook in ieder geval heel lekker voor de keer te proberen. Dan heb ik een handcreme opgemaakt van Ethos. Eindelijk. Ik gebruik deze al 2 jaar. Hij is maar een jaar houdbaar, maar ik had hem nog een jaar lang niet opengemaakt. Dus eigenlijk heb ik een jaar gebruikt. En dit is voor een normale huid, versterkte nagels, voor zachte en soepele handen. Ja, het was 30 ml, een kleintje dus. En die heb ik een keer op mijn verjaardag in een tasje gekregen van Ethos. En hij was heel fijn. Ik weet niet of er überhaupt nog wat uitkomt. Oké, nee. Toen komt niet echt meer iets uit of zo. Echt maar een inimini streepje. Maar nee, er komt verder niks uit. Hij trekt wel lekker in je handen, dat wel. Maar verder, nee, niet echt een aanrader. Dan heb ik, waarom zit dit ding hier eigenlijk in? Serieus, waarom zit dit ding hierin? Hij is niet eens leeg. Oké, what the fuck? Zal wel. Maar goed, dan heb ik, body lotion opgemaakt. Dat is deze van Esprit. Life by Esprit. Woman. Body lotion. Oké, nou mooi. Deze is 2 jaar houdbaar. Ik heb hem ook echt 2 jaar gebruikt volgens mij. Precies. Eeuw. Oké, jullie zagen het allemaal vliegen waarschijnlijk. Oké, nou mooi. Maar in elk geval. Hij ruikt heel sterk. Naar parfum. Ik had de parfum hiervan al... een jaar geleden opgemaakt of zoiets. Maar in elk geval ruikt hij echt super lekker. En ik kan hem ook echt aanraden. Dus als je een keer in de Esprit winkel bent. Of je ziet ergens dit liggen. Neem hem echt mee. Want hij is echt heel fijn. Dan heb ik een make-up product opgemaakt. Gebeurt ook niet zoveel. En dat is een matterende poeder van Miss Sporty. Dus de So Matte Perfect Stay. Up to 10 Hours Perfect Look. Smooth Pressed Powder. In 002 Medium. En hij is ook helemaal vies hier. Maar hij ziet er zo uit. Er zit ook een spiegeltje in. Maar hij ziet er zo uit. Hij is dus helemaal leeg. Ik krijg er niks meer uit. Ik heb ook het laatste beetje met een kwast losgeschraapt. En toen het laatste eruit gebruikt. Maar nu is hij dus echt op. Maar hij was wel heel fijn om te gebruiken. Verder heb ik... waar heb ik deze? Die staat hier. Dus deze moet ik even hier nog in doen. Laat het nog niet zien. Hoop ik tenminste. Als jullie het nog niet hebben gezien. Even kijken. Dan heb ik weer een parfum. Dat is de Guess. Laat me zitten. Ik kom er niet meer uit. Deze in elk geval. Hij ruikt heel erg lekker. Dat weet ik wel. Ik zou hem niet weer opnieuw kopen. Want op het moment dat je één zo'n flacon hebt gebruikt. Ben je wel klaar met de geur. Er zit ook echt maar een beetje nog in. Maar dat krijg je er niet meer uit. En dat... Nee, zoals je kan zien. Er komt ook echt niks meer uit. Maar hij ruikt heel vrouwelijk. Heel chic. En wel een beetje... Ja, het is niet echt meer voor mijn leeftijd bedoeld, denk ik. Ik heb er best wel lang mee gedaan. Hij is namelijk 36 maanden houdbaar. Dus als het goed is 3 jaar... En ik denk dat ik er iets van 3,5 jaar mee gedaan heb. Dus hij houdt het wel redelijk goed vol. En hij is de meeste parfums heb ik weg moeten gooien. Omdat ik ze eerder op het tafeltje had staan in de zon. Maar goed. Heel mooi ziet het eruit. Maar doe het in een kast die gesloten is. Want anders gaat de parfum... Die verliest zijn geur.
het water verkleurt en het wordt gewoon vies. Oftewel de alcohol trekt eruit. Ook al zit het in een glazen flacon of wat dan ook. Maar die heb ik dus opgemaakt deze maand. Dan heb ik nog een parfum opgemaakt. Dat is de Adidas Get Ready for Her. En deze heb ik een keer, ben ik hier ook aangekomen. Doordat ik op mijn verjaardag, 2 jaar geleden, een bon heb gekregen van Weekamp. En daar kon ik dingen op kopen. Toen heb ik dus make-up gekocht volgens mij. En nog wat dingetjes, kettingje volgens mij. En toen ook deze parfum. En deze parfum die ruikt meer en meer zoet. Je moet echt van zoet houden als je dit lekker, dat je dit echt lekker vindt. Als je, ik zeg het helemaal verkeerd. Je moet van zoet houden, dan vind je dit wel lekker. Maar nu zou ik hem echt niet opnieuw kopen. En dan komt ook echt, oké, ik kom nog een beetje uit. Er komt echt nog een mini mini beetje uit. Maar hij ruikt wel echt heel erg zoet. Heel lekker, heel sportief. Het is wel echt voor een meisje. Echt wel voor een jong meisje, niet voor een vrouw. Voor een jong persoon. Ongeveer van tussen de 16, 15 en 20 jaar, 25 jaar. Is dit echt nog wel een lekkere geur. En helemaal voor de sportieve dames is dit wel heel erg lekker. Voor meisjes die op sport zitten of zoiets, weet ik veel wat. Is dit wel echt heel erg lekker. Want ik nam hem ook altijd mee naar gym. Dus het is wel echt een aanrader. En dat zou ik al 11 minuten weten. Dan het ene laatste. Dat is iets van Wesley. Die heeft Excite Axe Refreshing Shower Gel opgemaakt. En deze die heeft dus bij ons gestaan thuis. Oh, die ruikt nu niet meer zo lekker. Jammer. Hij ruikt nu wel een beetje lekker. Maar het was wel een aanrader. Hij vond hem in elk geval fijn. Want anders had hij hem ook niet gebruikt. Dus daar ben ik blij om. Dus die is opgemaakt door Wesley. Kan ik verder geen oordeel over geven. En dan als allerlaatste, wat ik zelf het leukste vind, is mijn laatste parfum. Ik heb 3 parfums opgemaakt deze maand. En dat is de 007 for Woman 2. En dit is dus een James Bond geur. Die heb ik een keer in Duitsland gekregen van mijn vader. Want ik vond hem zo lekker ruiken. Dat heeft mijn vader hem voor me meegenomen. En het flesje is best wel klein. Er zit 30 milliliter in. En volgens mij kostte die al 20 euro, 25 euro. En het ziet er zo uit. Het is best wel klein, er zit ook echt niks meer in. Het flacon zelf vind ik wel heel mooi. En de geur vind ik gewoon geweldig. Dit is echt de geur, als ik die op heb, dan weet je dat ik er ben. Dan weet je wie ik ben. Als ik deze op heb, weet je gewoon wie ik ben. Want hij ruikt heel erg lekker en heel wel zoet. Maar wel heel erg lekker. En ik kan hem ook echt wel aanraden voor eigenlijk bijna elke leeftijd wel. Dus zo moeilijk ben ik daar niet over. Dus ja, dit is wel echt mijn product wat ik heb opgemaakt. Waarvan ik denk, no, I love you. Ik wil je niet kwijt, zeg maar. Maar goed, ik heb inmiddels ook alweer een nieuwe gekregen van Wesley Vrijdag. Vond ik wel heel lief. Maar die ruikt ook super lekker. Maar dan is dit alles wat ik deze maand heb opgemaakt. Ja, als je het leuk vond om te zien, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie donderdag, denk ik. Volgens mij. Nou, ik weet het niet precies. Dan zien jullie mij vanzelf weer met een nieuwe video. Doei!